Een 100% Belgisch team, mag je wel zeggen, dat Van Lierse met ervaren mannen als Thibaut Van Akker, Niels Schouterden. Het treintje in de 16. Schouterden met een indraaiende bal, de kopbal gaat erin. En het staat 0-1 voor Lierse. Na 8 minuten gebalde vuisten. Hier nog eens kijken, Schouterden met uitstekende inswinger. En dan prima gekopt naar de grond door Toon Ramakers. En zo staat het 0-1. Ramakers met de openingsgoal. En Ivezic een eerste keer geklopt. Ja, en Deinze op voorsprong nu. Dus moet Lommel vol aan de bak met Martinez. En daar reageert de Smet prima op. Ivezic. Opgejaagd. En dan gebeurt er dit natuurlijk. De schrijver die klaarlegt voor Van Akker. En de 0-2. Thibaut Van Akker met nummer 10 voor hem. En nummer 2 van vandaag. Heerlijk. Sampers met een goede druk. En dan Liber, de schrijver. Nog maar een as. Eén arm de hoogte in. Het is een goede, weggebokst door de Smet. Vanscha op de rand van de 16 tegen de dwarsligger. Fula. Ivezic geeft de bal aan Mankwa. Ja, goed van Schouterden. Even wachten, de schrijver! Nee! Goelala, Lemoine die de bal nog redt op de lijn. Daar de man van de assist. En de man van de goal even de rol omgedraaid. En dan is het Lemoine die redt met de knie. Vlak. En dan is Tabekou weer snel op de bal, maar Pierrot zet dat knap recht. Tsungi. Kawe met Pupe bij zich. Kawe trappen op de Smet. En dan zijn dit toch allemaal kansen voor Lommel. Ruimte op links bij Nize. Een man die ik toch niet te veel ruimte zou geven. Kijk eens, dat doet hij weer uitstekend. Kawe, ja! Maar dan grijpen ze zich allemaal bij de haren. Want vlag de hoogte in. Nog allemaal onder controle natuurlijk, maar hier... Nee, sorry, maar Kowé die staat geen buitenspel. De schrijver. Bekemans tegen de paal! En in de herneming kan ook Schouterden niet scoren. Het is over en out voor Lommel SK. Fata nog. Fata, mooi. Probeert hij die bal te plaatsen. De 93 minuten zijn om. Lierse kwalificeert zich. Het is de winnaar van deze alles of niks partij. De winst werd binnengehaald in de eerste helft dankzij 2 goals.